In plaats van zand en stof zie je er nu gras en planten en hartstikke groene bergen. Je zou niet zeggen dat het er normaal gesproken zo uitziet. Saoedi-Arabië is een land in het Midden-Oosten. Vrijwel het hele land bestaat uit woestijn. Regenen doet het er bijna niet en dus groeit er meestal weinig. Maar zaadjes liggen er nog wel. Dus als het een keer hard gaat regenen, kunnen die uitkomen. En dan kan het dus plots flink groen worden. En dat is nu dus gebeurd. De afgelopen tijd regende het hier ontzettend veel. Sommige moslims denken dat het een teken van God is, van Allah. Want in islamitische geloofsteksten staat beschreven dat op een bepaalde dag sommige plaatsen in de woestijn groen zouden kleuren. Maar klimaatdeskundigen denken dat het door iets anders komt, namelijk door klimaatverandering. Want daardoor zijn er op allerlei plekken op de wereld uitzonderlijke weersituaties. Met extreme droogte of, zoals hier nu, juist erg veel regen.